Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, president Santokki gereed voor CARICOM-voorzitterschap. Parlement houdt academische week voor leden en deskundigen. Buitenlandse reizen van belang voor diplomatieke samenwerkingen. Ministerie van LVV opent dependance in Matta. En een speciale ode aan de vrouw. President Chandrika Prasad Santokki is gereed om invulling te geven aan het CARICOM-voorzitterschap. Het is voor Suriname niet de tijd om aan de kantlijn te staan. Accepterend van het voorzitterschap is een verantwoord besluit. President Santokki zei het voorgaande tijdens een op maandag 7 maart gehouden persconferentie. Hij is van 1 juli tot en met 31 december voorzitter van de CARICOM-staatshoofdenvergadering. De volgende CARICOM-vergadering, de reguliere regeringsleidersvergadering, dat is de 42e, zal gehouden worden in Suriname. En Suriname zal als voorzitter optreden en behalve de CARICOM-leiders zullen er ook andere leiders ook aanwezig zijn. En op dit moment krijgen we verschillende signalen dat ook andere regeringsleiders graag aanwezig zouden willen zijn. Alles wordt verder besproken door de minister van Buitenlandse Zaken en uiteraard ook hoge gasten. Maar internationale instituten die ook aanwezig gaan zijn. Maar daarvoor gaat u binnenkort meer informatie krijgen. Wij zijn ready als land. Ik ben ready als president om CARICOM te leiden. En ik denk dat het een verantwoord besluit is. En dat het een goed besluit is. Dat Suriname CARICOM leidt. Dat de president van Suriname de CARICOM-vergadering, staatshoofd, de CARICOM-vergadering leidt. En dat Suriname de verantwoordelijkheid neemt, niet alleen om nationale vraagstukken op te lossen, maar Suriname ook verantwoordelijkheden op zich neemt om regionale vraagstukken op te lossen, om internationale vraagstukken op te lossen. En dat er nu geen ruimte is om aan de kantlijn te gaan staan. En juist in tijd van crisis moet je leiderschap tonen en niet wegdokken en niet weglopen zoals bepaalde organisaties dat misschien doen. Of misschien dat willen zien van deze president. Niet van deze president. Hij kent zijn verantwoordelijkheid en hij wil act accordingly. Zowel nationaal, regionaal als internationaal. Laat het helder en duidelijk gezegd zijn. Wij zijn ready. We hebben een groot team van deskundigen vanuit alle ministeries, waarbij ook de private sector betrokken zal worden, om de conferentie hier voor te bereiden. Het wordt een grote conferentie. En we willen alle belangrijke organisaties erbij hebben. We willen alle Surinamers erbij hebben om als eenheid hierachter te gaan staan. Maar ook namelijk dat wij die agenda samen gaan stellen. Agenda die te maken hebben met productie. Agenda die te maken met de integratie. Agenda die te maken met de barrières. Maar ook de nieuwe agenda, namelijk waarbij wij verantwoordelijk zijn voor productiebeleid. Dat we de private sector gaan benaderen. Om dat beleid goed voor ons te gaan ontwikkelen. Nogmaals, de agenda wordt goed samengesteld, goed voorbereid met het bureau van CARICOM en het secretariaat van CARICOM, maar hier zijn we al in een heel groot en breed team al bezig om te zorgen voor de nodige voorbereidingen. In de ballroom van Hotel Terrarica vindt deze dagen de Academische Week plaats, een activiteit georganiseerd door de Nationale Assemblée. Het is de bedoeling dat leden en deskundigen van het parlement van 8 tot en met 11 maart 2022 aan capaciteitsversterking doen. 4 intensieve dagen waarbij verschillende onderwerpen breedvoerig zullen worden behandeld. We nemen u mee naar de opening van de Academische Week.
alvorens ik overga tot waarvoor ik hier ben, wil ik een aantal speciale vrouwen uitnodigen om naar voren te komen in verband met Internationale Dag van de Vrouwen. Dat is geweldig, toch? Een applaus voor alle vrouwen hier in de zaal. Vandaag zijn we hier bij de start van deze academische week. Het was gepland voor januari, maar helaas vanwege COVID moesten we het uitstellen. En vandaag zijn we hier. En ik ben blij dat op deze eerste dag het personeel is uitgenodigd. Omdat zoals velen denken, staat de Nationale Assemblée uit de 51 leden. Ja? De DNA-leden, maar dat is het niet. Uw bijdrage om de organisatie in stand te houden is geweldig. U zet u dagelijks in, onvermoeidbaar. En dat waarderen we. En dat gaan we verder waarderen. Deze leiding focus ik op groei van het personeel. U bent deel van een systeem. En de uiteindelijke output, daar is ook uw bijdrage. En ik hoor vaak bij afronding van wetten, dan wordt bedankt de wetenschappers, de deskundigen. Maar iedereen vergeet de mensen van de kantine, de ondersteunende diensten, de logistiek, de bibliotheek en noem maar op. Terwijl ook u een bijdrage levert. Mijn waardering vandaag voor u. Maar het is goed om de prestaties van het niveau op een hoger niveau te brengen, dat we dagen als deze hebben waaruit u inspiratie put. Wat die motiverend is om uw bijdrage in het totaalsysteem op een hoger niveau te maken. Dat u meer scholing krijgt, meer handvaten aangereikt krijgt, zodat u beter kunt performen. Geachte DNA-familie, dit is waarschijnlijk in de meer dan 150 jaren dat wij al volksvertegenwoordiging kennen, de eerste keer dat er een academische week wordt georganiseerd. Buitenlandse reizen zijn van enorm belang voor de verdere ontwikkeling van Suriname. President Santokki erkent dat deze ondernemingen veel kosten, maar noemt het investeren in diplomatieke samenwerkingen. Tijdens het bel- en vraagprogramma Bel Tak Nangadin Tirimang wees het staatshoofd op hetgeen terugverdiend wordt in de vorm van investeringen, kapitaal. Wat is het buitenlands beleid? Je kan zeggen, gaat buitenlands beleid berekenen door te berekenen wat de kosten zijn in het openen van ambassade, in het huren van ambassadegebouw, in het in stand houden van ambassadegebouw, in voertuigen, in salarissen. Dat is één issue. Wat je kan bekijken en zeggen, man, dat buitenlands beleid kost veel geld. Maar als je daar tegenover, voor het geld wat je erin stopt, een vijfvoud van investering terug kan krijgen, kapitaal kan krijgen, of andere vormen van bijstand kan krijgen. Kijk u wat we niet gehad hebben tijdens COVID. Wel vergeet je, aan een money komt. Vaccins zijn op tijd gekomen. Artsen zijn op tijd gekomen, verpleegsters zijn op tijd gekomen, zuurstofmateriaal komt op tijd, ja zo. Dus nogmaals, je moet het zien in het kader van investeren in vriendschappelijke diplomatieke samenwerking om iets terug te verdienen als land. Dat is voor wat betreft die ambassades. Die reizen, ja, een reis kost geld, ja, daar moeten we zuinig zijn, welke reis wel, welke reis niet. Maar als je daar komt als review, en vooral deze vergadering, wat zal die impact zijn van die oorlog van Oekraïne op de Caribische regio? Als voedsel duur begint te worden, hetgeen al begonnen is.
als olie onbetaalbaar gaat worden. Olie is gestegen naar 140, op zijn 140 dollar per barrel. Waar het gaat eindigen, weten we niet. Men voorspelt 300. De impact daarvan naar importgoederen. Maar als olie schaars wordt en grote landen beslissen, nee, die olie blijft voorlopig bij ons. Het gaat niet meer weg, want we hebben het zelf nodig. Wat voor antwoord geven we dan? Als graan schaars wordt en men zegt nee, we moeten exporteren morgen, want die hebben we zelf voor ons volk nodig. Wat voor impact? Dan zie je dat de regio belangrijk wordt. Want dan ga je praten, land A, Sayu Abi. Land B, wat heb jij? Land C, wat heb jij? Land D, wat heb jij? Koroko samen. Laten we onze grenzen opengooien. Laten we die barrières die al die tijd bestaan heeft, die economische barrières, die barrières om die goederen te exporteren en te importeren, op basis van normen die soms landen zelf kunnen maken. Dat is die uitdaging nu. Laten we samenwerken. Laten we alvast ons volk beginnen te beschermen. Laten we kijken hoeveel olie we hebben in de Caribische regio. Dat we dat alvast voor ons volk gaan reserveren. Laten we kijken hoeveel voedsel we nodig hebben. Als het van buitenland niet komt, Suriname, hoeveel heb jij? Guyana, hoeveel heb jij? Belize, hoeveel heb jij? Andere landen, hoeveel heb jij? Dat zijn die strategische dingen die je moet bekijken. En dat kan je niet direct in geld omzetten. Want ik had eigenlijk van oorlog Gosodoro. En ik hoop dat het snel beëindigd wordt. Weten we niet wat die gevolgen zijn. Maar we zijn al bezig om in Suriname met een expertteam na te gaan wat die impact in Suriname kan zijn. We hebben al die twee dingen vandaag gezien. Namelijk olieprijs enorm hoog gegaan. En ook graanprijs gaat omhoog. Met als gevolg dat het door gaat werken. Naar onze meelproducten, naar onze broodprijs. En uiteraard al deze zaken die gaan doorwerken op alles wat import is. Maar daar is die andere kans. Oorlog, enorme dreiging. Maar die kans, jouw eigen producten stimuleren. Investeren in de productie, investeren in de agrarische sector. CARICOM, de Kuja, mijn voedsel. Volk van Suriname. De Sansa overgieten via de Bredebonk. De Sansa overgieten via de Katahar. De Sansa overgieten via de Kasaba, aan de Bana, aan de Napi, aan de zoete patat. Toch? Die dingen gaan weer waarde krijgen. Die dingen zijn ook. Laat me zijn etenswaren met voldoende vitamines. Dus nogmaals, het zijn kansen waarbij we de nationale productie weer op gang kunnen brengen. Nationale producten weer waarde gaan krijgen. Dat spreek je ook af. Maar natuurlijk zullen er heel wat zaken zijn die van buitenaf gaan komen. Die je niet onder controle hebt. Maar die we wel samen moeten proberen onder controle te krijgen. Anders gaan heel wat producten onbetaalbaar worden voor ons. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft een dependance geopend in het inheemse dorp Matta. Op maandag 7 maart 2022 heeft minister Parmanant Seudin samen met kapitein Wendelin Sabayo en de oudste bewoner van het dorp het naambord onthuld. Het ministerie kan de dorpsbewoners nu beter tegemoetkomen. De nieuwe dependance is niet de enige mijlpaal voor Matta. Op dezelfde dag hebben namelijk 16 dorpsbewoners hun certificaat in ontvangst mogen nemen voor het succesvol afronden van de training Marcusa Teelt. De inheemsen bieden thans niet alleen de Marcusa vrucht ten verkoop aan, maar ook eindproducten zoals stro en cake. Het ministerie heeft in Matta aan kennisoverdracht gedaan na eerdere successen in Saramaka. Minister Seudin toonde zich ingenomen met het resultaat in het dorp. Hij stimuleerde de dorpsbewoners om zelfvoorzienend te worden, omdat Matta ook over de potentie beschikt. De bewindsman vroeg dat men ook gaat nadenken over agrotoerisme. Kapitein Sabayo gaf aan dat de opgedane kennis en het succes met de overige 14 dorpen in Para gedeeld zal worden. Onder de genodigden bevonden zich ook de districtsecretaris en de voorzitter van de organisatie Samenwerking in Heemsen in Para. Vandaag in Focus brengen wij van de Communicatiedienst Suriname een speciale ode aan de vrouw, in het bijzonder de Surinaamse vrouw. Er is dinsdag 8 maart de Internationale Dag van de Vrouw. Een dag die staat in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit met vrouwen overal ter wereld.
De Internationale Dag van de Vrouw ontstond in de 20e eeuw doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en kiesrecht. Ook in Suriname staan vrouwen niet aan de kantlijn wanneer het gaat om de rechten van deze groep in het bijzonder en de burger in het algemeen. Vrouwen laten in alle geledingen van de maatschappij hun stem horen, als het nou gaat om het wel en wee van hun gezin, ontwikkelingen binnen de samenleving of de politiek. De vrouw is een sterk wezen met een krachtige stem en een gedreven persoonlijkheid. Dit geldt ook voor u als Surinaamse vrouw. Laat uw stem horen, pak uw kansen en overwin. Mannen, toon in dit alles uw solidariteit met de vrouw en ondersteun haar zoveel als mogelijk. Hi, ik ben Sirona Bruining. Ik ben onderneemster. Ik heb langer dan 6 jaar een tuinschoonmaakbedrijf. Onze diensten zijn maaien, harken, shovelen. Kortom, alles wat met de tuin te maken heeft. Ik ben begonnen met 1 arbeider en 1 broskutter. Nu heb ik 4 arbeiders, 4 broskutters, 1 pick-up. En een klantenbestand van 30. Vrouwen, jullie kunnen het. Jullie kunnen ondernemen. Als ik het kan, kan jij het ook. Gefeliciteerd met de Dag van de Vrouw. En vrouwen, laat je niet ontmoedigen. Ga ervoor. Als je iets doet, doe het goed. Ook al is het niet goed gegaan, probeer het opnieuw. En het komt zeker goed. En dat was Focus. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.